We hebben inmiddels sporen van 3 boerderijen gevonden uit de middeleeuwen, waarschijnlijk 11e tot en met 14e eeuw. Waterputten, sporen van verkaveling, dus de sloten en greppels die om de erven heen lagen, om de akkers en weilanden heen lagen. En we vinden wat sporen die mogelijk duiden op ijzerproductie, kuilen waarin houtskool geproduceerd is. IJzerslakken vinden we heel veel in de bovengrond, maar ook in sporen. Dus heel bijzonder tot nu toe. En wat zegt dat over de historie van het dorp Heten? Nou, wat we hier eigenlijk hopen aan te tonen is dat Heten al veel langer bewoond is. Dat we op basis van de historische bronnen weten. De sporen die we tot nu toe hebben zijn vooral 11e tot en met 13e, 14e eeuw. Maar we hopen eigenlijk dat we de 9e, 8e, misschien wel 7e eeuw gaan aantreffen. En dat zou mogelijk erop kunnen duiden dat Heten misschien wel vanaf de late ijzertijd, dus meer dan 2000 jaar geleden, continu bewoond is geweest.